Ik weet niet hoe het nu is, maar ik krijg er een beetje kip van. Het is toch prachtig mooi gezicht. Dat is allemaal dichtbij. Dubbele weekend. 39 tonnen aan vliegtuig wat daar. Nee, dat is niet helemaal waar. Met dit warmte brandweer. Tonnen aan vliegtuig wat voorbij komt. Gaat zich opleiden om zo direct te landen. Inmiddels staat Marcel al klaar om de Chinook te ontvangen. Ja, dank je. Daar gaat er nog een! Dat is nog een groot! Kijk dan! Ja! Mami! Nee, er moet natuurlijk zijn 11.000 kilo, oftewel 11 ton aan vliegtuig. Wat hier zo direct prachtig mooie onttrekkende beweging. Het toestel gaat landen waar onze Marcel staat in het gele hesje. Ik ga het toestel later, het toestel, ik heb al eerder gezegd, speciaal daar landen.
Nou, is dit indrukwekkend of niet? Jongens, jongens. Ik bedoel, ik zit al heel lang in de luchtvaart. Ik heb heel veel vliegtuigen van dichtbij gezien. Ik heb eraan gesleuteld. Ik heb er onder de boven in gehangen. Maar een Chinook zo dichtbij. We hebben wel afgesproken vandaag dat de Chinook is vandaag niet van binnen te bezichtigen. We hadden het gehoopt, maar dit is namelijk de allernieuwste Chinook die ze hebben, de C47S. En er zitten geheime dingen. En ik weet dat het soms belasting geldt, maar ja, de defensie, de luchtmacht zegt gewoon van, nou ja, je hoeft niet te gaan beginnen. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben om, we kunnen wel dichtbij komen. En misschien ook een beetje vriendelijk lachen die we nodig hebben. Dat mag wel. Maar in principe hebben we afspraken gemaakt dat het niet meer in het gezicht. Je mag hem benaderen tot, wat zei ik, 18 voet. Maar we gaan het zien vandaag. De bedoeling is zo dat het toestel zo direct wordt aangekoppeld met een zogenaamde towbar. En dan gaat hij hier dwars door de vlieg heen. En dan gaan we hem verderop daar neerzetten. Ja, ik zie jou, ja, ik ben helemaal sprakeloos, hè. En zien ook meneer, wat vindt u ervan? Even dat anti-botsinglicht. Dat houdt in, die moeten altijd branden als de motoren draaien. En als de motoren uit zijn, dan gaan ook die lampjes uit. Op het moment dat de motoren gestart gaan worden, gaan die lampjes ook branden. En ze moeten altijd blijven branden. Dan weten we dat ook weer. Dan gaat u vanavond naar huis en denkt u van, goh, wat heb ik nou weer gehoord van die lange vent. Anti-collision lights. En er staat dan dit 11 ton zware vliegtuig. Met die grote vanghaken onderkant. Ze worden gebruikt bij Defensie om inderdaad, we spraken er even, om troepen te verplaatsen. Maar we kennen het toestel eigenlijk ook van de brandbestrijding. Daar hangt er aan de onderkant hangt een hele grote aan een ketting. Daar hangt dan een bucket. Een Bambi bucket heet dat. En dat is een zak van rond de 10, waar 10.000 liter water in kan. Op een Chinook helikopter. Zijn ze al zo lang met de luchtmacht? Ja, vanaf het begin zit ik erbij. En het bijzondere van dit toestel is dat het super flexibel is. Ik bedoel niet als toestel zelf natuurlijk, maar wel wat we aan opdrachten kunnen uitvoeren. Je moet voorstellen dat we hier meer dan 48 man in kunnen stoppen en ergens naartoe kunnen brengen. En dat maakt niet uit waar, dat kan hoog in de bergen zijn of ergens ver in de woestijn. Nou, ik moet zeggen dat, en ik neem aan dat je ook ingezet wordt voor brandbestrijding. Ik heb net de mensen een beetje verteld met die mooie bucket eronder. Hebben jullie die bij je? We hebben de bucket bij ons en we kunnen deze optoppen met 8000 liter water. En er zijn maar weinig brandweervoertuigen of andere helikopters in de wereld die dat kunnen. Dat kan ik me voorstellen. En wat maakt het nou zo bijzonder, die Chinook? Het is een, het is een toestel wat mooi is van lelijkheid, of lelijkheid die mooi is. Wat is nou zo bijzonder mee te vliegen? Het lijkt me een heel log toestel. Ja, en daar ga je dus de verkeerde gedachte op. Het is het snelste toestel wat we in Nederland hebben. Dat is één. Twee, het is super wendbaar. En oké, we hebben een iets langere remweg misschien nodig om in de huffen te komen. Maar beter dan dit ga je het niet vinden. Ik vind het hartstikke mooi. Ik loop er even omheen. Gewoon eens even kijken. Die gigantische bladen. Ja, het grote verschil is eigenlijk met een andere helikopter. Dat, we hebben hier natuurlijk voorbeelden genoeg staan op het veld. Dan heb je normaal één hoofdrotor. En prachtig, die gaat ronddraaien. Maar het nadeel van zo'n hoofdrotor is als die ronddraait. En je hebt helemaal geen staartrotor. Dat er is nou eenmaal een natuurkundige wet die dan voor gaat zorgen dat die rotor wil stilstaan. Maar dat die heel snel het toestel gaat laten ronddraaien. Ja, dat was ook een van de problemen waar ze tegenaan liepen begin 1900. Van jongens, hoe kunnen we nu in godsnaam voorkomen dat die rotor stil blijft staan. En dat het toestel, of dat die rotor blijft draaien en het toestel stil blijft staan. Op een gegeven moment was het een slim idee. We maken achterop een kleine rotor. Die zetten we haaks op het vliegtuig. En die zorgt ervoor dat het toestel niet die draaiende beweging gaat maken. Maar het zorgt er ook voor dat je een heel wendbaar toestel krijgt. Door namelijk die rotor, staartrotor, langzamer of sneller te laten draaien, kan je het toestel ook om zijn as keren. En uiteraard omhoog en omlaag.
Maar dat een helikopter vliegen het moeilijkste is wat er als piloot op je afkomt. Want ja, je moet een beetje multitasken. En of dat nou voor mannen zo makkelijk is, dat weet ik allemaal niet. Maar je moet namelijk het toestel met één hendel, de collective, moet je het toestel omhoog halen. En met een andere hendel ga je naar voren en met je voeten stuur je dus links en rechts. En je moet ook nog gas geven. En dan moet je ook nog een keer, dan wil je ook nog een keer stil blijven hangen in de lucht. Nou, als je dan naar die Chinook kijkt, dan zie je dus twee rotors. Rotoren, rotors. Rotor. Voor en achter. En die draaien tegen elkaar in. En het zorgt ervoor dat je dus geen staartrotor hebt, maar dat je dan toch het effect van die helikopter hebt. En je ziet ook die geweldige bladen. Nou, ik heb het vanochtend al een keer een beetje gezegd. Dat zijn eigenlijk vleugels. Hetzelfde profiel. Alleen door nu die bladen, die vleugels heel snel rond te draaien, zorg je ook netjes dat die vleugels, bladen, zorgen dat het toestel omhoog komt. En dat in 1903 het allereerste vliegtuig het luchtruim koos. Dat was in Kitty Hawk, de gebroeders Wright. En die vlogen 36 meter, 12 seconden in de lucht. En we zijn nu zo'n 120 jaar verder. En inmiddels zijn er helikopters, er zijn drones. Iedereen is in stilte. Heel mooi. Ze zwijgen vandaag even tot ze vanmiddag om een uur of kijken. Ze vertrekken vanmiddag om 4 uur, maar voorlopig is het nog niet zo ver. Ze worden nu op een prachtige mooie plek neergezet. Het is dan 16 meter lang. En dan moet je eigenlijk zonder rotoren. De maximale vlieghoogte van het toestel is dan 7 kilometer. En de snelheid die het toestel in de lucht kan halen is zo'n 315 kilometer per uur. Ja, dat was eigenlijk in 1995 dat de eerste Chinook in gebruik werd genomen op vliegbasis Soesterberg. En dat landde ook de allereerste Chinook. Ik zit ondertussen even te kijken of we nog geen politiehelikopter in de buurt hebben. En dit is dan het allernieuwste type. De CH-47F. Het leuke is, het is het 298 Squadron, wat in 1905 werd opgericht. En toen vlogen ze eerst met de ouderwette 2 en 3, de Bolkhoff. En in 1995 zijn ze overgestapt op de Chinook. Chinook werd ingezet voor operaties met de zogenaamde Special Forces. Die sprongen met een parachute uit de heli. We werden door de Chinook afgezet. Ik heb het net al een beetje verteld met die grote touwen die in de buitenkant hingen. En het leuke is, het Squadron heeft een hele mooie wapenspreuk en die gaat al natuurlijk in het Latijn. Dat is nihil nobis nimium, oftewel niets is ons bevel. Het Squadron 298 Squadron. Wat nu gestationeerd is op Gilserijen, waar het toestel vandaan komt. Die heeft een knappe helm op. En het toestel kwam hier binnen, stonden allemaal mensen en helemaal geknikt. Zeg, kan je praten? Nee. Een heel sterke neus. De honden zijn ervoor getraind om drugs te onderscheppen, maar ook om mensen te vinden die onder de sneeuw liggen. Of sterke duik voor filmopnames. Thank you.
Oké, hartstikke mooi. Ja, ik heb het vooral wel een beetje keer uitgelegd. Dit is, we bevinden ons nu op, ik sta op Airside. En dat betekent dat je hier hele speciale regels kent. Je hebt de luchthaven ook, als je elke luchthaven, als je Schiphol, heb je Airside. En als je daar werkt, moet je pasjes hebben, alles en nog wat. Ja, ik heb een pasje, ik ben een visitor. En ik voldoe aan bepaalde regels en dan mag ik hier komen. Dat kun je even hebben. Maar ik kan ze niet bereiken. Dat ze toch iets met die helikopter, dat ze zeggen van nou, we gaan niet gelijk weg. We gaan nog even hier een klein rondje maken. Dat hebben jullie niet van mij. Maar hou er wel even rekening mee als dat gebeurt. Hou je haar even vast, je oren, je hoorapparaat, je brillen en alles dingen meer. Maar er zit een, misschien, het is niet bevestigd, maar er is een kansje dat er wat gaat gebeuren. Want het is namelijk zo, ik ben daar een beetje wollig in, om het zo maar te zeggen. Dat doe ik niet om de boel te plagen, want ik zou het liever zo zeggen, maar er zijn strikte regels. En als je daar niet aan houdt... Ik heb geen idee waarom dit gebeurt. Ik heb geen idee waarom de bladen in die positie worden gezet. Ja, je ziet inmiddels de flitslampje aan de onderkant, de anti-collision light. En ik ruik alweer de kerosine. Prachtig, het dansen van die bladen. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar het zal een reden hebben. Al met besturing, ja, je ziet de blaad ook draaien, ja, inderdaad, je kan het heel goed zien, de pitch van het blad veranderen. Ja, up, down. Dat is een onderdeel van de pre-flight check, de check die je doet voordat je gaat vliegen. Besturing testen, je motoren, de brandstofdruk. Temperatuur van je motoren, temperatuur van je olie, alles goed te checken. En ze ook checken dan de besturing, in dit geval van de bladen, kon je heel goed zien. Nu staan de bladen weer vlak, maar je zag net dat de bladen naar voren bewogen. Althans, even die pitch maken, die hoek. En dat is nodig om de helikopter straks te kunnen doen opstijgen. Die engines. Wow. Jongen, wat is dit mooi. Thank you.
met de armen. Oh, hij hing buiten boord, hè? Zag je dat? Hij zwaaide. Nou, dat betekent...